De vorige keer bij Barbie Life in the Dreamhouse. Ik mis de sneeuw. Let op, de sneeuwmachine. Oh. Daar komt-ie. Nogal koud. Het plastic, dat wordt te hard in deze kou. Mijn plastic wordt alweer soepel. Dat van mij ook? Iedereen ligt nog buiten. Oh. En dat waren dan de laatste. Ik zou kunnen winnen aan die kou, als het maar iets warmer was. Ik heb warme chocolademelk. Geef hier. Ik heb het zo koud. Wacht, dit is toch wel een goed merk, hè? Geen rotzooi. De temperatuur buiten gaat nog steeds naar beneden. Ken, die sneeuwmachine maakt het echt veel te koud. De knoppen zijn bevroren. Straks vriezen we allemaal nog dood. Mijn tablet is ook bevroren. Zo kan ik toch niet leven. En waar zijn de dieren eigenlijk? Hey, we hebben nog helemaal niks wintersportachtigs gedaan. Ja, zoals pinguïnrijden en landbal of synchroon sneeuwmannen gooien. Oh, wat is het koud zeg. Ik moet meer laagjes aan. Barbie. Ik mag zeker wel eventjes iets van je lenen, hè? Dankjewel! Wie wil er nog een beetje? Lukt het al met de sneeuwmachine, Ken? Beetje oponthoud. Bevroren gereedschap. Jongens, het winkelcentrum is helemaal uitgestorven. Dit was een aanbieding bij de snackbar. Bevroren hamburgers. Wauw, de golven zijn nogal dodelijk. Oh, dit is veel beter. Malibu zit momenteel in een winterdip. Bikinis zijn in de uitverkoop en Hollywood maakt alleen maar films over lawines. Oh, ik wil in zo'n film spelen. Ik zie het te gek uit. Totaal ondergesneeuwd. En toeristen hebben nu niets te zoeken hier in Malibu. De meesten kiezen ervoor hun vakantie door te brengen in Siberië. Denk na, Siberië. Dat het nu echt zo ver moest komen. Wat is een Siberië? We moeten Malibu weer opwarmen. Maar hoe? Hey! Waarom maken we niet een hele grote kop warme choco? Misschien dat de sneeuwmachine dan zou ontdooien? Oké, dit is natuurlijk zo'n beetje het stomste idee van de wereld. Want waar haal je zo'n grote beker vandaan? We hadden al de extra large en ook al de gigabeker. En nu is er het zwembadmaatje! We weten het wel, je houdt van overdrijven. Nu alleen nog een gigantische marshmallow. Inderdaad, ja. Is dat echt nodig? Sorry, Ken. Het kan niet anders. Wat was dat? Ik ga wel kijken. Ik had de sneeuw van het dak moeten halen. Maar kijk nu! Lekker hangen met je medepoppen in een speciaal badje. Beter dan dit wordt het niet. Ja, en je hoeft er niet uit voor een drankje. Wat heerlijk. Eigenlijk is dit gewoon niet te zuipen. Wat een viezigheid zeg.